Hoi, Robben hier en welkom bij alweer de zevende aflevering van Robben's Mold Talk. De aflevering waar Marije helaas een van de hoofdverdachten van mij de aflevering moest verlaten. Helaas eh, zag ik het al gebeuren, eigenlijk tijdens opdracht 1, maar helaas kwam voor mij de aanwijzing te laat. En eh, dat is ook gelijk de titel van de aflevering. En ja, er waren een hoop aanwijzingen natuurlijk eh, voor eh, wat ik eh, zojuist aangaf, dat Marije niet de mol zou zijn. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet te laten zien, want dat was ook wel eigenlijk overduidelijk. Maar we gaan wel verder, natuurlijk, met de afleveringsopdrachten. Als is natuurlijk, de muziekopdracht waar Charlotte naar zichzelf wees bij het nummer Single Ladies. Dit zou een hint richting Charlotte kunnen zijn als mol. Ik laat het zelf een beetje in het midden, omdat Charlotte single is. Maar goed, niets is wat het lijkt en alles is nog steeds mogelijk. Uh, wat misschien wel overduidelijk was, was de aanwijzing bij de executie. Hier zegt Rick met in jullie midden de mol. En wie zat daar natuurlijk in het midden? Dat was René. In ieder geval tot zover de titel van de aflevering. Dan uh, gaan we door naar opdracht 1, waar de titel steen goed was. Een opdracht waar 1750 euro verdiend kon worden. Maar uiteindelijk hebben ze maar 380 euro verdiend. Omdat er maar liefst 82 kledingstukken omhoog gehaald moest worden. Dan uh, natuurlijk de posities waar iedereen stond. Splinter en René stonden boven. En op een gegeven moment stond natuurlijk Splinter alleen. En ging René bij de kledingstuk om deze omhoog te halen. Charlotte stond heel vaak bij de portefeuille. En bij deze drie locaties zijn. Toch wel voor mij de plekken waar de mol heel goed zijn werk kon doen, maar waar ook jouw steentje niet heel erg goed heeft bijgedragen bij het openbreken van de stenen zou ook eventueel wel mogelijk zijn, maar ja, dit had te weinig impact op het verloop van het spel omdat er sowieso al heel veel kaartjes gewonnen waren. En natuurlijk heeft Charlotte een fout gemaakt bij het noemen van de getallen. Een van de getallen moest zijn 1199, maar zij gaf door 1191. 1191. Ze was hier wel behoorlijk geootisch tijdens deze opdracht. En dat is natuurlijk ook als mol zijnde. Ja dat wil je natuurlijk. Die wil chaos creëren om het hele spelverloop in de soep te laten te helpen. Ook opvallend aan de nummer was de, ja, is het volgende stukje wat je nu te zien gaat krijgen. 1199 1191. Dit is het stukje waar René. In eerste instantie dus het goede getal noemde 1199 in plaats van 1191. En dit verbeterde uh, ze zelf ook heel snel. En dat vond ik toch wel echt een heel opvallende hint uh, richting René. En natuurlijk uh, ook Rocky zei herhaalde oude nummers. Dit zou je als mooie actie kunnen zien om verwachting te kunnen zaaien. Maar Rocky weet natuurlijk niet wat Charlotte wel en niet heeft gezegd. Het feit blijft wel in ieder geval dat niemand elkaar goed in de gaten kon houden. En dus eigenlijk op elke locatie. Ja, heel goed gemot zou kunnen zijn. Dan opdracht 2, ook wel zinvol genoemd. Waar ze van 50 kisten met woorden 5 zinnen konden maken. Een opdracht waar ze 1500 euro konden verdienen voor de pot, maar uiteindelijk maar 150 euro hadden voor één correcte zin. Hier zijn natuurlijk ook weer een aantal opvallende dingen. Waar Splinter bij de zinnen achterbleef, kwam Charlotte op een gegeven moment hem helpen, wat sowieso vreemd is. Want Splinter is een schrijver en komt uit de schrijversfamilie. Hij verbetert ook de chaotische Charlotte niet, wat sowieso. Vreemd is en ook wel heel erg op mooi duidt. De fouten niet verbeteren en meegaan in de fouten die anderen maken. De enige zin die goed was, was de zin: jullie weten dat Marij de Moor is. Elk goed woord was 30 euro waard. Met uitzondering van de woorden die er al stonden. Dus dat maakt de 150 euro voor deze opdracht. En aan het einde van de opdracht moesten de kandidaten op zoek naar het woord met. Van Charlotte. Maar het woord met was helemaal niet aanwezig in het spel. Waardoor kostbare tijd verloren ging. Dit viel mij ook enorm op. En maakte voor mij Charlotte ook wel wat meer verdacht als mol zijnde. In ieder geval was dit opdracht 2. Dan tijd voor opdracht 3. De laatste opdracht van deze aflevering. De titel van opdracht 3 was Aanwijzingen. En dit was een van de leukste opdrachten die ik dit seizoen heb gezien. Een opdracht waar ze 2000 euro konden verdienen. Maar uiteindelijk maar 800 euro mee hebben kunnen krijgen omdat er een aantal kandidaten helaas aan het lipzinken waren of iets dergelijks. Ja, en dat mocht natuurlijk niet. Hier was natuurlijk de meest opvallende, René, die met een hoop liedjes aan het lipzinken was. Maar ook Splinter deed hier aan mee. Wat ook opvallend was bij Splinter, was dat hij de M-beweging maakte bij het tonen van een kroon. En deze beweging hebben ook al eerdere seizoenen aangetoond dat het eventueel een molteken zou kunnen zijn. En ook was het opvallend dat Rocky niet duidelijk de liedjes uitbeeldde. Ja, waar het eigenlijk bij anderen best wel overduidelijk was wat het zou kunnen zijn. In ieder geval was dit de opdracht 3 van deze aflevering. En dan zijn we alweer aangekomen bij de executie en afsluiting van deze aflevering. Ja, helaas de executie waar Marije het spel moest verlaten. Ja, daar baalt ze zelf ook wel van. Nadat ze zei dat ze de test niet goed had gemaakt omdat ze naar haar gevoel had geluisterd. Ja, die fout heb ik helaas ook een keer eerder gemaakt, naar mijn gevoel te luisteren, in plaats van naar de feiten te kijken. Mijn gevoel zegt dat het René is. En de feiten wijzen er ook wel op, maar ik blijf er nog steeds voorzichtig mee. Zeker omdat Charlotte eigenlijk de afgelopen paar afleveringen ook wel heel erg chaotisch was. Maar ook Splinter toch wel meer op de achtergrond was, maar ook tussendoor fouten maakte. Degene waarvan ik bijna zeker weet dat ze geen mokker zijn, is Rocky. Dus die ga ik ook niet op de verdachte lijst erbij zetten. Dus is het voor nu René, sowieso voor mij bovenaan. Daarna Charlotte en Splinter. En ja, dat is voor, uh, waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, laat een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu... Uh... Later...